In de straat Rhede in Zeewolde zijn de tuinen helemaal onder water. Normaal gesproken zitten de bewoners lekker in hun tuinstoelen, maar ook die zijn nu onder het water. Voor bewoonster Jelly van Rooyen was het een raar gezicht toen zij vanmorgen haar tuin zag. Het is schrikken, want het is dan nog niet gebeurd sinds die woningen zijn gebouwd in 34 jaar. Als u naar achter kijkt, ja, uw hele terras staat onder water. Ja, dat klopt. Daar kunnen we nu niet komen. Maar het huis zelf is wat hoger gebouwd, dus dat scheelt. Voor u blijft het veilig? Ja, blijft het voorlopig veilig. Ook bij het strand in Zeewolde ligt het water een stuk hoger dan in de zomer. Het duikplatform is helemaal weg door het hoge water en ook de steiger die daar naartoe loopt, ligt onder water. P. Buisman kijkt toevallig over het strand uit. Ik was een rondje aan het fietsen, ja klopt, en even kijken bij het water. Ja. Wat trof u aan? Nou, hoogwater. Ja, echt heel hoogwater. Ja, ja, en ja, de wind staat er ook nog op, dus dat, ja, dan wordt het hoger, klopt. Dit dorp, dat ligt wel een heel stuk lager beneden de RDP. Dus ik vind dat Eeuwhoed wel spannend worden, ja. Ja. Even verderop komt de veerpont aan die vaart van Strandhorst in Harderwijk naar Zeewolde. De pont heeft een klep die uitklapt waar de fietsers vanaf rijden en ook oprijden. Ik heb al vandaag wel meerdere mensen zien vallen. Dus, dat was wel grappig. Ah, grappig, het is gevaarlijk. Ja, natuurlijk is het wel gevaarlijk, maar alsnog. Het is wel leuk. Beetje leedvermaak toch? En hoe was dat voor jou? Ja, voor mij is het niet echt een groot probleem. Er zat gewoon genoeg grip op de klep, dus ik kon gewoon rustig naar boven. Ja, sorry, dus ik wil even aandacht. En ook in Biddinghuizen is het goed te zien dat het hoge water Flevoland teistert. Bij de Bremerbaai is het schiereiland ineens een echt eiland geworden. En dus hebben deze zwanen extra ruimte om lekker te badderen.